Het Rode Kruis is normaliter een onmisbare factor tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het medisch magazijn is daarom ook vaak leeg in deze periode. Ondanks dat de Vierdaagse niet doorgaat dit jaar, zijn ook nu de meeste schappen leeg. De vrijwilligers doen dan ook meer dan alleen maar blaren prikken. De meeste EHBO-vrijwilligers prikken niet alleen blaren, maar die doen nog veel meer. Je hebt nu natuurlijk op alle corona-vaccinatielocaties waar Rode Kruisers aan de slag zijn. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. En veel van die vrijwilligers zouden normaal gesproken in Nijmegen zijn. Afgelopen weekend had je natuurlijk de overstromingen in Limburg. Ook daar zijn heel veel Rode Kruisers aan de slag. Wij hebben de afgelopen dagen ons eigenlijk lekker bezig kunnen houden met de inzet in Limburg. Dus met het wateroverlast, daar hebben we dus een ruim 1300 bedden staan. En nu gaan we er ondertussen een kleine 700 weer ophalen. Toch ziet de derde week van juli er normaliter heel anders uit voor het Rode Kruis. Onze startpositie is eigenlijk op het start-finish terrein, dus op de wedren. Daar zit onze grootste locatie waar we het meeste materiaal hebben. Daar zit ook de grootste medische dienst en de grote blarenprik locatie. En iedere dag staan er nog vier posten op de route. Ook onder de vrijwilligers wordt de Vierdaagse enorm gemist. Ondanks het vele blarenprikken krijgen ze namelijk genoeg mee van de sfeer tijdens dit evenement. De mensen die er in het weekend zijn, die maken vaak in het weekend ervoor nog wel wat mee. Het vuurwerk op zondagavond gaan we vaak nog wel kijken, want dan zijn we vooral nog bezig met de voorbereidingen. En daarna verschilt het een beetje waar je bent. Als je op een van de posten onderweg bent, dan zie je vaak nog wel de stromen wandelaars. En voor de rest, je maakt wel wat sfeer mee, want je bent natuurlijk wel echt midden in Nijmegen. Ondanks grondige voorbereidingen loopt men ook nog wel eens tegen een verrassing aan. We hadden natuurlijk de laatste Vierdaagse dat ineens de eikenprocessierups in opkomst was in Nederland. Dat we daar eigenlijk heel Nederland nog een beetje dachten, wat moet je hiermee? Sommige mensen reageren er heel allergisch op, dus dan heb je allergiemiddelen nodig. Anderen hebben vooral heel veel jeuk. Wat voor zalfjes, crèmes kun je dan geven om dat een beetje te verlichten? Voor het Rode Kruis is het eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat de Vierdaagse dit jaar niet doorgaat. Ze hebben de spullen namelijk hard nodig voor Limburg. Dat zeker, ja. Normaalwijs is deze tijd het magazijn echt wel leeg met de Vierdaagse spullen. Maar nu is je leeg met het noodhulpspullen. Dus normaalwijs, ik weet niet of dat ik zo kan draaien. Het zicht van het magazijn, normaalwijs staat deze kant vol en is de andere kant leeg. Dus is een keer iets anders.